Nou, het is allemaal roze geuren, maneschijn, maar er zijn vast ook wel eens problemen. Heb jij als gebruikerservaring, deskundige, ook wel eens... kun je er iets over zeggen, over nou, problemen? Problemen niet met het rietveld zelf. Ja, maar je hebt natuurlijk een eigen collectriool moet je aanleggen. Ja, mm-hmm. Waar je, dat ligt bij ons in de binnentuin rond, wat verzamelt naar de septic tank. En anders heb je meteen naar buiten zit je op het hoofdriool van de gemeente. Dus dan merk je niks van als daar zijn niet zoveel verstoppingen. Als mm-hmm. bij ons iets verkeerds weggegooid wordt, dan hebben we een verstopping op eigen terrein. En dat houden jullie dan zelf en bij? En daar moeten we dan zelf iets aan doen. Ja. Ja, maar dat is... Ja, dat komt gelukkig maar sporadisch voor. Ja. Maar dat is een dingetje wat je wel in de gaten moet houden. Dat je je rioleringsstelsel zelf goed aanlegt. Ja. Waar je van afhankelijk bent. Maar in het rietveld zelf, dat rietveld je zelf, last van stank de tanks, of werkt het allemaal? Daar hebben we geen probleem. Dat zijn die horrorverhalen. Maar ja, wat jij ook al zei, vaak is het verkeerd gebruik. Proces. Verkeerd zand gebruikt of verkeerd grind. Ik denk als het goed aangelegd is, dat het dan... Dus als alles hier door Dion wordt aangelegd, want die is... Je moet het vakkundig afleggen. Ja. Maar goed, ja, je moet het er serieus doen. Hè? Je moet rekening houden en ook wat jij hebt laten zien, hoe je het zand opbouwt. Ja, het is in zekere zin een heel simpel systeem. Ik bedoel, filtermateriaal en planten. Maar aan de andere kant zijn er ook wel heel veel details waar je moet op letten. En waar mensen soms doen het zelf.